de telefoon in je tas, een andere zendapparatuur en de tassen voorin. Op het Stedelijk Gymnasium in Breda zijn de leerlingen er inmiddels wel aan gewend. Toetsmaken is smartphone inleveren. Want spieken is van alle tijden, maar sinds de opkomst van de smartphone neemt het valsspelen wel heel grote vormen aan. Toen kwamen we snel genoeg achter dat gebeurt. Bij bepaalde vakken is het zelfs heel makkelijk. Bij klassieke talen, een vertaling die staat gewoon op internet. Als je dat lukt, dan heb je in één keer je hele vertaling. Hey Jack, hoe ging ie? Ja, prima hoor. Dat was een eitje. Heel makkelijk. Kijk. En zelfs zonder mobiele telefoon jezelf moeten redden hier, begrijp ik, tijdens de toets? Ja, lukt wel hoor. Hier op school hebben we dat helemaal niet nodig. Nou ja, ik zou het wel willen natuurlijk. Maar ja, ik ben dan ook een beetje te laf om dan te gaan kijken op mijn mobiel. En ik leg hem altijd wel gewoon in mijn tas. Een beetje streng. Ja? Ja. Dan moet je echt gaan leren. Ja. Van de 62 scholen die aan het onderzoek van Omroep Brabant meewerkten, hebben er maar 2 geen maatregelen getroffen. Hoe ver die maatregelen precies gaan, varieert per school. Het makkelijkste zou het zijn als het draadloos internet zou kunnen worden verstoord. Dat doet het CBR ook tijdens theorie-examens. Is het mogelijk op een of andere manier om dat signaal te storen? We hebben begrepen dat universiteiten daar ook al over aan het nadenken zijn. En misschien kunnen we in een wat breder verband met andere scholen of ook op landelijk niveau eens naar deze problematiek kijken. Van hoe kunnen we die signalen verstoren? En dat weten wij ook niet. Misschien een leuke opgave voor de volgende toets.